Godzegen, allemaal. Past Jacobus 4, vers 13 tot 17 in jouw theologie? En zo nee, wat ga je daar dan aan doen? Um, in Word of Faith-theologie wordt veel nadruk gelegd op de kracht van onze woorden en de kracht van proclamatie om de realiteit in het bestaan te roepen. En door de kracht van geloof. Is het in die beweging gebruikelijk te denken dat de mens zijn eigen realiteit kan creëren. Maar waar is in die theologie de ruimte voor Gods soevereine plan in onze levens? Het persoonlijk plan wat God heeft voor een ieder van ons? We kijken vandaag naar Jacobus 4, vers 13 tot 17, om te kijken wat de Bijbel daarover onderwijst, en om te zien of dat, dat wat Jacobus zegt en wat de Heilige Geest zegt door Jacobus, of dat wat past in jou en in mijn theologie. We lezen samen het gedeelte waar we vandaag naar kijken. Dat is Jakobus 4 vanaf vers 13. Daar lezen we. En nu dan u die zegt, ik lees overigens uit de Herziene Statenvertaling. En nu dan u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. We gaan vers voor vers kijken naar dit schriftgedeelte. En ik denk dat het een behoorlijk confronterend schriftgedeelte is voor mensen die vrij simplistisch kijken naar Gods wil voor het leven, ook van de gelovigen. Want Jacobusbrief is in de eerste plaats geschreven aan gelovigen, niet aan ongelovigen. En datgene wat we hier lezen is dan ook iets wat we moeten toepassen in onze persoonlijke christelijke levens. Nou, het begint met vers 13. En daar zien we dat Jacobus een bepaalde groep mensen, een bepaalde mentaliteit adresseert. Er staat: En nu dan, u die zegt: hoi legontes, de zeggenden, u die dit zegt. Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Hier wordt een groep mensen geadresseerd, hier wordt een mentaliteit geadresseerd van mensen die een plan hebben in hun leven. Mensen die een plan hebben, vandaag of morgen, heel concreet, gaan we naar die en die stad reizen, daar gaan we een jaar doorbrengen, we gaan handel drijven, we gaan ons bedrijf uitbreiden, we gaan winst maken, ja, we gaan voor financiële overvloed. De persoon die geadresseerd wordt is een persoon met visie. Is een persoon die, die zijn visie niet alleen maar in zijn hart bewaart, maar een persoon die zijn visie proclameert. en die er wat van wil maken, die het gaat materialiseren, die stappen wil zetten, die niet stil blijft zitten op zijn stoel. Het is een ondernemer, het is een activist die hier spreekt. U die zegt: wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen. en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. Er klinkt een, een zekere daadkracht uit deze woorden. Maar het is een, zoals we zullen zien, een zondige daadkracht. Het is een zondig vertrouwen op eigen autonomie, een zondig vertrouwen in eigen kracht. En dan reageert Jacobus daarop in vers 14, u die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. Dit is belangrijk om dit uh, in je door te laten dringen of tot je door te laten dringen. Dat Jacobus adresseert hier gelovigen. Hij adresseert hier niet uh, mensen die ongelovig zijn of niet-christenen of heidenen. Hij adresseert hier gelovigen. Maar hij zegt ook tegen die gelovigen: U die niet weet wat er morgen gebeuren zal. Want wat is uw leven? Hoe is uw leven? Het is als een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. En ik hoor velen van jullie ook denken, maar zegt de heer Jezus ook niet: Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed? En dat is ook zo. De heer Jezus heeft ons eeuwig leven gegeven toen hij stierf aan het kruis. En tegelijkertijd beschrijft Jacobus hier een dagdagelijkse realiteit. Waaruit blijkt dat God een soeverein plan heeft met een ieder van ons, ook met gelovigen. En dat dat plan niet altijd is uh, zoals wij willen dat het gaat, het is niet altijd uh, zoals wij bedacht hebben dat het zou moeten gaan. Uh, zo is het plan niet altijd. God heeft een soevereine wil. Hij heeft een soeverein plan voor het leven van de gelovigen. En wij weten simpelweg niet altijd hoe dat plan van God in ons leven is. U die niet weet, vers 14, nogmaals, wat er morgen gebeuren zal. Want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna. Verdwijnt. dus het argument van Jacobus, het argument van de Heilige Geest is dat wanneer iemand zo daadkrachtig spreekt, dit gaan we doen, we gaan vandaag of morgen naar die stad, we gaan reizen, we gaan een jaar doorbrengen, we gaan handel drijven, we gaan winst maken. Ook al is dat vanuit een soort vermeende uh, geloofsovertuiging dat iemand met zulke grote visie en plannen voorwaarts wil gaan, de realiteit is vers 14: wij weten niet wat er morgen gebeuren zal, we weten niet Precies als christenen, als gelovigen, hoe het soeverein plan is van de Here. En daarin zit een zekere grootspraak wanneer, um, wanneer we Gods wil, als het ware, opzij schuiven en ervan uitgaan dat Gods wil irrelevant is voor ons plan. Dat wij gewoon voorwaarts kunnen gaan en dat Gods wil daarin uh, buiten beschouwing gelaten kan worden of dat dat niet iets is waar rekening gehouden mee moet worden. Dan voegt Jacobus eraan toe in vers 15. Want hij zegt niet alleen hoe het niet moet, hij geeft ook aan hoe het wel moet. Hij zegt vers 15: In plaats daarvan zou u moeten zeggen. Als de Heere wil en wij leven. Zo staat het in de herziende staatvertaling. Als de Heere wil en wij leven. Dan zullen wij dit of dat doen. In het Engels staat het er iets anders. In de ESV, de English Standard Version. Er staat: Instead, you ought to say, if the Lord wills, we live and do this or that. Dus met andere woorden, daar staat: Als de Heer het wil. Dan zullen we leven en dan zullen we dit of dat doen. Dus Jacobus, en de Heilige Geest door Jacobus geeft aan dat dit de correcte mentaliteit zou moeten zijn van de christen in zijn leven. Dat hij bij het nadenken over zijn leven, over uh, zijn plannen, het maken van een toekomstperspectief, het maken van plannen, zou altijd dit de mentaliteit moeten zijn. Als de Heere het wil. En wij leven, dan zullen we dit of dat doen. Doen. Dus de wil van de Heer, de soevereine wil van de Heer voor ons persoonlijk leven, is iets waar wij altijd rekening mee moeten houden in het maken van plannen, in het maken van een toekomstperspectief. En is dus ook niet iets wat je zomaar opzij kunt schuiven alsof Gods wil altijd vaststaat of altijd duidelijk is. Hè? Er zijn bepaalde bewegingen, denk aan de Word of Faith-beweging, waar wel degelijk um, men gelooft dat er een God is en dat die God een wil heeft. Alleen daar wordt de wil van God heel monolithisch gemaakt. in de zin dat eigenlijk Gods wil altijd hetzelfde is. Gods wil is altijd dat jij leeft. dat jij overvloed hebt. Gods wil is altijd dat jij gezond bent. Het ingewikkelde is dat als dat zo zou zijn. en er niet een soort complexiteit in Gods soevereine plan. voor jou als individueel gelovige zou zijn. dan zou Jacobus dit niet zeggen. Dan zou Jacobus simpelweg zeggen. Um, Eer de Heer voor je je plannen maakt. Maar weet dat de Heer altijd hetzelfde wil als jij. In de zin van. ga naar die stad, ga handel drijven, ga winst maken. Wordt financieel gezegend. Wordt lichamelijk gezond, et cetera, et cetera. Maar Jacobus doet dat niet. Jacobus geeft aan. Als het de wil van de Heer is en wij leven. Zelfs het feit dat je morgen leeft. is bij gratie van de Heer. En is ook niet iets wat een vaststaand feit is. Zelfs niet voor de Christen maar is iets wat vastbesloten ligt in het soeverein raadsbesluit in het soeverein plan van God voor jouw leven. Nou, we lezen dat nu niet in dit schriftgedeelte, maar we lezen dat er allerlei beloften zijn in de schrift dat God ons als christenen zijn genade zal geven voor elke verdrukking, voor elke verzoeking die we tegenkomen in ons leven. Hij zal ons altijd dragen. Hij is een goede vader. Hij laat ons niet los. En wat er ook gebeurt, wat we ook Tegenkomen op ons pad, in zijn soeverein raadsbesluit, in zijn plan, wat voor verdrukking, wat voor verzoeking er ook op ons pad komt. De Heer is bij machten om ons barmhartig genade te geven, om elke verzoeking in overwinning tegemoet te gaan. Maar we moeten wel rekening houden met het feit dat God een soevereine wil heeft en een soeverein plan heeft. En daarom zegt de Heilige Geest hier: In plaats daarvan zou je moeten zeggen: als de Heer wil en wij leven dan zullen wij dit of dat doen. En in sommige pinkstergroeperingen, in sommige charismatische bewegingen, in sommige word-of-faith-bewegingen, en ik zeg dit niet om, om uh, soort een soort misrepresentatie te geven van gelovigen in deze bewegingen, want ik hou van deze mensen. En ik hou van mijn broeders en zusters die ook in deze bewegingen zitten. Ik geloof dat er heel veel integere, oprechte christenen ook zitten in dit soort stromingen. Maar... Volgens mij is het ook voor hen heel belangrijk om dit vers ter harte te nemen en je af te vragen in hoeverre strookt mijn theologie en mijn perspectief op de wil van God voor mijn leven met wat Jacobus hier onderwijst. Want wat zegt Jacobus? Ook de pinksterchristen, ook de charismatisch christen, ook de word of faith beïnvloede christen moet op deze manier denken. Als de Heer het wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En in sommige groeperingen is dit bijna iets wat bespot wordt. Het idee dat je rekening houdt. Met dat Gods wil ook wel eens zou kunnen zijn dat je morgen niet leeft. Of dat je uh, niet meer in staat bent om naar die stad te gaan, een jaar lang handel te drijven, winst te maken, uh, rijk te worden, et cetera, et cetera. In sommige bewegingen wordt het bijna gezien als een, een soort ondermijnende gedachtegang dat je Gods wil daarin conditioneel maakt. Alsof God niet altijd wil dat jij leeft morgen. En alsof God niet altijd wil. Dat je financieel overvloedig bent en gezegend wordt. Maar als dat zo zou zijn, dan zou Jacobus dit niet zeggen, lieve broeder, lieve zuster. Dan zou hij niet zeggen: als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En dat is normatief. Dat is wat Jacobus zegt dat wij zouden moeten zeggen. Dat gelovigen zouden moeten zeggen. En dan voegt hij eraan toe in vers 16: Maar nu, door te zeggen: wij zullen een jaar, uh, hier en daar naartoe reizen, naar die stad, vandaag of morgen. Uh, we zullen handel drijven, we zullen minst, winst maken. Door zo te spreken, zegt Jacobus nu, vers 16, roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. Um, natuurlijk is het hoogmoed omdat de persoon die zo spreekt, in de optiek van Jacobus, zo spreekt in onafhankelijkheid van God. Hij heeft zijn plan niet onderworpen aan de wil van God. Hij heeft zijn plan niet conditioneel gemaakt aan Gods wil voor zijn leven. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen: Ja, maar Broeder Christ, het hele idee van vers 14, de zonde daar, of vers 13, is dat iemand in zijn vleeselijke, zondige natuur dit in zijn eigen menselijke kracht wil gaan doen. Maar dat is niet het enige probleem. Het probleem is dat iemand Gods soevereine wil hierin volledig buiten beschouwing laat. Wanneer wij in ons christelijk leven er geen rekening meer mee houden dat God een uniek soeverein plan heeft met ons leven en dat ook bepaalde moeite, bepaalde zwakheden, bepaalde beproevingen daar een onderdeel van kunnen uitmaken, dan kan het wel eens moeilijk zijn om te zeggen wat Jacobus ons hier leert te zeggen. Als de Heer wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En dan geeft Jacobus aan, vers 16, dat we moeten oppassen dat we niet hoogmoedig worden. En dan zegt hij er achteraan: al zulk soort roem is slecht. In het Engels, as it is: You boast in your arrogance. All such boasting is evil. En nu zegt hij er nog iets achteraan: en dat is echt ook iets wat we ter harte moeten nemen. Hij zegt: wie dan weet, goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. Laten we dit serieus nemen. Uh, wanneer we geen rekening houden met Gods soevereine wil in het uitspreken, het proclameren van onze toekomstplannen. Wanneer we die niet onderwerpen op een heel bewuste manier aan de wil van God. dan, dan zondigen we. Dan schieten we tekort. En is dat iets wat ruimt met jouw theologie? Of is dat iets waarvan je zegt: als ik in mijn kerk zeg. Um, als het Gods wil is, dan zal ik dit of dat doen. Dat er al gelijk twee of drie broeders of zusters komen en zeggen: Het is altijd Gods wil dat het goed met jou gaat. In dat geval zou ik me af gaan vragen in hoeverre Jacobus 4, vers 13 tot en met 17 past in jouw theologie. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. God zegen.